Hey, je hebt een 4,9 voor wiskunde. Dat had je nog niet verteld. Ja. Maar de hele klas had een onvoldoende. Echt, Cas had een 1, David een 3, Tijmen een 2. Rio... Oh, daar zijn jullie. Kom, weg wezen. Een school kan positief coachen inzetten bij haar PBS-traject. Doordat positief coachen haar verhaal met de metafoor van de sport vertelt en theater maakt, wordt het niet als vaag of zweverig ervaren en is het aantrekkelijk voor een breed publiek. Door het toneelspel worden mensen geraakt, zodat ze het in hun buik voelen in plaats van slechts in hun hoofd begrijpen. Pop, ik heb gewonnen! Ja, hartstikke leuk jongen, maar ik ben die mensen wat aan het vertellen, ja? Dus je gaat wegwezen. Doei! Het gaat in je lijf zitten in plaats van dat het slechts trucjes zijn. Zo kan het traject op een school starten met een theatervoorstelling. Pop, vangen! Hier. Ja, met een theatervoorstelling van positief coachen voor de docenten. Ook kan de ouderavond worden ingevuld met een theatervoorstelling. De insteek, hoe kun je als vader of moeder zorgen dat het goed gaat met je kind in de sport, spreekt zo'n beetje iedereen aan. Waardoor het de school kan lukken om veel mensen te bereiken en echt iets te doen met ouderbetrokkenheid. Vervolgens krijgen de ouders op een aantrekkelijke wijze mee dat een meer positieve aanpak helpt in de sport. Pap, we staan hier derde. Als we nu niet verliezen, maken we nog kans op het kampioenschap. Ja, ga mama maar even vertellen. Ga haar wel lastig vallen, hè? Maar ook op school en overigens ook thuis. Positief coachen is een maatschappelijk project. Positief coachen is een maatschappelijk project. Het programma van de stichting is wetenschappelijk onderbouwd. Kijk voor meer informatie op www.positiefcoachen.nl. Ik had toch gezegd dat jij weg moest wezen? Zo.